Yo, kijkers van What's Jagger, welkom bij deze nieuwe video over ERA, King Wars ERA en de verdere belangrijke dingen die eromheen gaan. Ten eerste wil ik even wat verschillende soorten dingen behandelen in deze video, waarover op den duur eigenlijk, ja, we beginnen eigenlijk gewoon bij de ERA wallpaper. Dan hebben wij natuurlijk de storyline waar ik wat meer over wil vertellen en over... Ja, over de invites van King Wars ERA. Dat zul je dus op het eind zien. Maar we gaan beginnen bij het begin en dat is natuurlijk de wallpaper. De wallpaper is gemaakt door Lucas. Echt een dikke shout-out naar hem, want hij is super vet geworden. Dankjewel. Je kan hem gebruiken als achtergrond. Achtergrond wallpaper voor op je bureaublad. Of weet ik veel, een keer waarvoor je het dan ook wil gebruiken. Hij staat in ieder geval hier beneden in de beschrijving. Dus wil jij hem downloaden en als achtergrond gebruiken, kan dat natuurlijk. Daarnaast hebben wij King Wars. King Wars is op dit moment in storyline loop. Ik ga richting Zephyrin. Maar ik wil eigenlijk één ding vertellen. En dat is dat Zephyrin, dat gedoe met de storyline, dat niet gelijk loopt met de storyline van mij net. En waarom nou niet? Omdat op het einde van seizoen 2 ik een belangrijke rol ga spelen in zijn storyline. En ja, in mijn storyline kan ik dan niet gaan opnemen, want anders is het een beetje dubbel op. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus je moet ongeveer uitgaan dat als mijn seizoensfinale van seizoen 2 eigenlijk online komt, dat je dan ongeveer bij de mid-season finale zit waar mijn die al online staat. Dus dat is ongeveer het einde. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook gewoon veel verschillende storylines lopen. Dus dat is ook sowieso even een puntje om te checken. Ik ben op dit moment ook wat drukker met bouwen van de storyline. Want dit was er natuurlijk allemaal al. Je hebt hier dat hele dorpje. En dit heb ik al opgenomen. Maar we gaan nu naar Zephyrin. En daar was natuurlijk nog niet alles af. En dat heb ik dus even afgemaakt zelf. Dan denk je, hoe kan nou een koning eigenlijk bouwen in een ander land? Waarom heeft hij daar geen mensen voor? Of waarom doet die koning het zelf niet? Dennis was op dit moment op vakantie, dus die kan er niet zoveel doen. En mijn mensen zijn eigenlijk ook allemaal op vakantie. Of zijn gewoon druk met andere dingen dat ze niet veel kunnen doen. En daarom heb ik besloten om maar te helpen. En een paar mensen van mij, ik weet niet of ze nu online zijn. Ik kan het ook niet zien, ik moet even kijken. Nee, ze zijn nu niet online. Maar die komen dus eigenlijk ook helpen. En ja, dat is altijd wel handig, want er moest eigenlijk nog best wel veel gemaakt worden. Of gewoon opnieuw gemaakt worden, zoals ik zit te denken om dit stadje ook een keer weer een update te geven of een beetje iets aan te passen. Het ziet er wel leuk uit, maar hij is nog wel een beetje standaard. Maar goed, dat gaan we nog aanpassen. Dan hebben we natuurlijk nog één belangrijk ding en dat zijn natuurlijk de 5 invites die eraan gaan komen. Waarom 5 invites? Op dit moment en in de vakantie heb ik gemerkt dat bepaalde mensen niet actief waren in mijn land. En daarvoor wil ik dus vervangende mensen zoeken. En die mensen die moeten natuurlijk aan een paar kwaliteiten voldoen. En dat is dat ze ten eerste gewoon met de Conquest Resource Pack kunnen bouwen. Dus ja, dit is eigenlijk de Conquest Resource Pack. Weet je niet wat die Texture Pack is of weet je niet hoe je hem kan downloaden? Nou, dan kan je natuurlijk even in de beschrijving kijken naar een van de Conquest Studios die ik daar heb neergezet. En dan kan je daar Conquest downloaden. Het is echt een geweldige texture pack ten eerste. En hij wordt ook gebruikt op de server. Ten tweede moet je natuurlijk een relatief goede microfoon hebben. Waarom? Als jij natuurlijk geen goede microfoon hebt, kan ik jou niet toelaten tot de server. Omdat jij gewoon niet mee kan doen in storyline. De 5 mensen die mee gaan doen, moeten natuurlijk ook een rol voldoen of gaan spelen op de storyline. Dus denk ik wel dat het handig is dat je dan een microfoon hebt om ook te kunnen gebruiken. Voor de rest, ja, de derde kwaliteit is natuurlijk dat je kan bouwen. Als je niet kan bouwen, dan heb ik niks aan je, want ik heb natuurlijk iemand nodig die me kan helpen met bouwen. Kan jij misschien een beetje bouwen? En ja, hoe kan je dat dan natuurlijk dan laten bewijzen? Dan kan je een screenshot sturen naar mijn Twitter. Staat natuurlijk ook in de beschrijving. Dus als je een screenshot stuurt van je Twitter en wat je hebt gemaakt, dan is het altijd wel makkelijk om dat je dat dan naar mij toestuurt. Mijn Twitternaam staat dus ook in de beschrijving, heb ik al gezegd. Maar als je dat dan naartoe stuurt, dan heb je meer kans om een invite te winnen dan dat je dat niet doet. Want dan weet ik ook wat ongeveer je kwaliteiten zijn. En ten vierde, je moet natuurlijk goed in de groep liggen. Dus wij hebben zelf een TeamSpeak 3 server.
En ik vind het altijd wel belangrijk dat het contact tussen jou en tussen mij en tussen de mensen die van ERA zelf zijn, dat dat goed is. Dus stel, je wint een invite, maar je zal de eerste week niet veel online zijn op Teamspeak. Ja, dan denk ik eigenlijk van, ja, je kwaliteiten zijn niet echt geweldig goed. Dus dan moet je er helaas af. Maar goed, ik denk in ieder geval dat het wel een kleine samenvatting is van wat er op het moment allemaal gaande is rondom KingWars. In ieder geval heb je natuurlijk een vette wallpaper erbij, dus wil je die gebruiken, kan je die gewoon gebruiken. De storyline is dan denk ik ook een beetje duidelijk. Ik ga niet te veel spoileren, dat heeft te maken met de volgende afleveringen die komen. En natuurlijk de 5 invites. Ik zal ze bekendmaken door jou te contacteren op Skype. Er komt geen video van wie er heeft gewonnen, dus stel je weet niet, dan krijg je gewoon geen berichtje van mij op Skype. Het is daarom ook belangrijk dat je een Skype naam in de beschrijving achterlaat of een beschrijving in de comments. En dan contacteer ik je daarop en dan stuur ik gewoon een berichtje van wat is je Skype naam. Maar ja, het is altijd wel handig om dat even te doen, want ik heb niet zoveel zin om daar zoveel moeite voor te doen. Dus in ieder geval, vond je dit een leuke video of even een handige video? Doe natuurlijk eventjes een duimpje omhoog. Willen jullie meer zien van dit soort korte update video's? Ja, dan kan je natuurlijk altijd even abonneren. En ja, dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering van een update video van KingWars of in de volgende KingWars aflevering. En ja, doe dan natuurlijk even goed je best met de invites en dan zie ik jullie graag in de volgende video van WatchTracker KingWars. Ciao.